Het was flink schrikken voor de eigenaren van bekende Nijmeegse schepen als de Zeester en Opusientje. De gemeente Nijmegen heeft een voorstel gedaan waarbij de vergunningen worden ingekort van vergunning van onbepaalde tijd naar een vergunning voor 15 jaar. En dit zou het einde kunnen betekenen voor de horecaboten. Deze nieuwe regels zouden ervoor moeten zorgen dat ook nieuwkomers een eerlijke kans maken op een plek. Volgens eigenaar Leon Berkers is dit niet enkel verplaatsen van een werkplek, maar van een heel leven. Voor, niet alleen voor mij, maar eigenlijk voor mijn hele gezin. Maar eigenlijk iedereen die hier woont, met kinderen, zonder kinderen. Die gebonden zijn aan Nijmegen. Dus die hier hun werk, hun leven, maar ook kinderen hier op school hebben zitten. Die moeten over 15 jaar verhuizen. En moeten gewoon weg. En met meenemen van schepen vertrekken Nijmegen uit. Dus wij gaan gewoon zeg maar ons huis uit, onze leefomgeving uit. Vanuit de raad zijn er daarom kritische vragen gesteld aan de gemeente. En hebben de verschillende ondernemers hun verhaal gedaan tijdens de raadsvergadering. Wat er eigenlijk uitkwam was dat naar aanleiding van dat soort verhalen en dat soort input, dat de wethouder gezegd heeft op voorhand, dus voordat zeg maar de raad vragen ging stellen aan de wethouder, volgens mij moeten wij dit toch maar eens even terugnemen. En moeten we hier eens even opnieuw naar kijken. Ik denk dat we toch iets te snel gegaan zijn. Wethouder John Brom heeft aangegeven tijdens de raadsvergadering dat er juridische raadsbeperkingen blijken te zijn naar aanleiding van een onderzoek wat er heeft plaatsgevonden. Ook geeft wethouder Brom aan dat de booteigenaren niet voldoende zijn meegenomen in de plannen. Natuurlijk heeft mij dat wel serieus wat slapeloze nachten bezorgd en aardig wat hoofdbrekers in op wat voor manier gaan we dit turnen. Maar laten we zeggen, onbegrijpelijk vind ik het niet. Het is, natuurlijk heb ik daar last van. En ben ik, is er een pak van mijn schouders gevallen. Maar ik snap wel dat het ook gewoon zo'n lastige materie is. Dat je eigenlijk gaandeweg, en dat gebeurt nu dus, daar wijzer in wordt. Voor het eind van het jaar komt het college met een nieuw voorstel. Ondanks het nieuwe voorstel heeft Leon Berkers weer vertrouwen in de toekomst. Ja, ik kijk er zeker positief naar. Ja, dit is heel anders dan, laten we zeggen, de afgelopen 5 weken. Ja.